Welkom bij Dit Weekjournaal. Lange tijd hingen er al veel geruchten in de lucht, maar het is echt waar. Rian Eerdink gaat op voor zijn 30ste seizoen bij Excelsior 31. Hij verlengde zijn contract en dat is natuurlijk groot feest. Rian Eerdink, vertel, waarom sta je hier? Omdat mijn grote vriend, mijn zaakwaarnemer en de eerste assistent trainercoach zojuist aan deze tafel moesten allebei gaan tekenen. Ja, maar waarmee Rian, waarmee hebben ze jou gefeliciteerd? Want het is een heel belangrijk moment geweest, want jij hebt voor de 30ste keer je contract verlengd bij Excelsior 31. Ja, dat klopt helemaal. Voor de 13e keer heb ik kunnen gaan verlengen hier bij de club Excelsior 31. Waren de onderhandelingen moeilijk dit jaar of viel het wel mee? Nou, dat viel wel mee, dus jawel. Had je niet veel eisen dit jaar? Nee, ik heb helemaal geen veel eisen, nee zeker niet. Ik zag je zaakwaarnemer Nick Davina, die had je mee. Want je was niet op de fiets, Rian. Je werd hier wel even met alle egards binnengehaald. Vertel even, wat kwam er bij jullie voor de deur bij huis? Nou, toevallig, ik kwam in huis in de... Ik zat met mama in de bank. En toen was ik in de benen en ik zei tegen me mee... En ik zei het tegen mijn eigen vader van, hier moest kijken wie daarop komt aankomen rijden. En in één keer, ik de cadeaus mee, toen stond daar een heel mooie auto, de limousine kwam aanrijden. En wat stond er voor jou hier klaar, hier op de koerbelt? Hier op de koerbelt, de alle spelers. Alle spelers, en toen jij uitstapte volgde er een heel groot applaus, want iedereen was blij dat Rian Eerdink voor de zoveelste keer bij Excelsior gaat bijtekenen. Het is bijna niet bij te houden zo vaak jij al bij Excelsior hebt bijgetekend. Hoe blij ben je daarmee? Ja, nog wel heel blij. Jawel. Komend seizoen zit je weer naast Jurjan Wouda dit keer. De afgelopen 3 seizoenen is hij hier de hoofdtrainer. Maar daarvoor hebben we heel veel trainers gehad bij Excelsior 31. En die hebben jou via een videoboodschap heel veel gelukwensen toegewenst. Wat vond jij van al die trainers die hier zijn geweest? Ja, dat was een hele goede tijd. Jawel. En voor wie was jij de beste assistent-trainer? Wie heb jij het meest kunnen helpen? Toen in het begin was het eerst die nou al helemaal weg is, dat was Harry Walmelink. Dat is een hele tijd geleden, Rian. Heel veel mensen weten dat niet eens meer, denk ik. Maar jij hebt heel wat trainers hier gehad en je hebt met elke trainer heel goed kunnen werken. Ja, sterker nog, je bent een aantal keren kampioen geworden met Excelsior 31 dankzij jouw goede opstellingen. Ja, dat klopt helemaal. Jawel. En wie zal er volgend seizoen sowieso in de basis staan? Nou, ik denk mijn zaakwaarnemer, mijn goede vriend Nick Davina.
Wat moet deze selectie doen om dit jaar kampioen te worden? Nou, dan moet eerst de eerste assistent, de trainercoach, gaan vertellen wat dan de voormalige opstelling is. En welke belangrijke regels geef jij de spelers mee? Om sowieso te behalen tot de titel het kampioenschap. Hallo Rian. Lieve Rian. Hey Rian. Ha, Rian. Rian, gefeliciteerd jongen. Rian, gefeliciteerd jongen. Van 1992 tot 1994 was ik trainer bij Excelsior. In het seizoen 93-94 werd jij mijn assistent trainer. En dat gebeurde eigenlijk vanzelf. Want voor iedere wedstrijd kwam je bij me met een briefje. Daar stond de opstelling op. Maar soms hadden we een probleem. Want dan had jij 12 spelers op je lijstje staan. En dat accepteerden de scheidsrechters niet. Maar dan ging ik met jou in overleg en samen kwamen we er altijd wel uit. Dan was er toch één speler die naar de bank moest. Dat seizoen werden we kampioen. En jij had een aandeel in dat kampioenschap. Als ik terugga en kijk wie mij in het verleden allemaal geassisteerd hebben, is er geen betere dan Rian Eertink. Dus volledig terecht dat ze jou weer opnieuw het contract verlengen. Loyaal, straalt altijd plezier uit, heeft altijd lol, kan heel goed met de spelers. Dus ik denk dat Excelsior opnieuw voor de 30ste keer een fantastische set doet door jou een contractverlenging te geven. Maar daar mag Excelsior maar heel blij mee zijn dat ze zo'n assistent als jou kunnen behouden voor de club. En ik kan het weten, want jij was de perfecte aanvulling voor mij. En ik heb daar nog een heel mooi voorbeeld van. Misschien ben je dat zelf vergeten, maar vast niet. Wij speelden een bekerwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Het ging de eerste helft eigenlijk niet zo goed. Waarna ik in de tweede helft even met jou gesproken heb. En gevraagd heb van Rian, misschien is het beter dat jij de coaching gaat doen. Je had toen zo'n zendertje op en er waren camera's bij van RTV Oost. En dat heb je gedaan. Ja, wat gebeurde er? Het ging alleen maar beter. Dus ja, ze moeten jou nooit meer laten gaan. Want de trainer die er nu zit, is ook heel blij met jou. Dat weet ik. En dat kan ook niet anders. Dus ik zou zeggen, help ook deze trainer zoals je dat bij mij gedaan hebt. En dan kan het niet als heel goed gaan. Ik denk dat het heel goed is voor Excelsior 31 dat jij daar gaat blijven. Je 30ste seizoen, dat is niet normaal. Wat ik me van jou kan herinneren zijn natuurlijk die geweldige speeches vlak voor de wedstrijd in de bespreking. Ik moet wel zeggen dat je wel steeds meer tijd daarvoor afpikte van mijn bespreking. Je kreeg altijd een minuut, maar mooi, Rian. Dat werden er soms wel eens twee en dat werden er ook wel eens drie. Maar dat waren wel fantastische besprekingen. En ik weet zeker dat jij daar door die besprekingen van jou heel veel punten hebt gepakt voor Excelsior 31. Je gaf altijd een wedstrijdbespreking voor de wedstrijd. Inspirerend voor de jongens. Ik kan me een eindje herinneren waarbij je eindigde met Hakuna Matata. Maak je niet druk, het komt altijd goed. En dat kwam ook altijd goed met jou erbij, Rian. Wat ben ik trots en blij dat jij mijn eerste assistent trainer bent. Zo'n goede assistent trainer. Ik denk dat er maar weinig trainers in Nederland zijn die zo'n goede assistent trainer hebben dan dat jij bent. Je weet altijd de juiste dingen te zeggen tijdens de bespreking. Na de wedstrijd, als we eens een keer hebben verloren, wat we niet zo heel vaak doen. Alleen dan weet jij wel weer wat te zeggen. En dan is de nederlaag ook alweer vergeten. Wat Henry Kruusen is voor Heracles Almelo, dat is Rian Eertink voor Excelsior 31. En daarmee, Rian, wil ik jou van harte feliciteren. En ik wil je heel veel succes wensen het komend seizoen. Maar vooral heel veel plezier. Ga er van genieten. Heel veel succes en wie weet
in je 30e seizoen. Misschien zit er ook nog een promotie naar de tweede divisie in. Succes en een supermooi seizoen met alle mensen waar je mee samenwerkt. Groetjes, Michel. Heel veel succes komend seizoen en hou het in je achterhoofd. Ik blijf je volgen. Groetjes, hoi hoi. Dus heel veel succes Rian met het nieuwe seizoen. Het gaat je goed en tot ziens. Doei doei. Nogmaals gefeliciteerd met nog een jaar assistent trainer. Ik zou zeggen Hakuna Matata. Ja, je doet het geweldig. Blijf plezier maken. Blijf van genieten. En nogmaals hartstikke gefeliciteerd. En op naar nog vele mooie jaren samen. Deze week werd er hard gewerkt aan een nieuwe kunstgrasmat. En deze begint inmiddels vorm te krijgen. Laten we kijken naar wat beelden. Volgende week zijn wij weer, onder andere met het voorstellen van de nieuwe spelers en staf. Bedankt voor het kijken en nog een heel fijn weekend.